Nou ja, heb je dat geaccepteerd, dat ze dat schreven? Heb je dat iets? Nou nee, dat denk ik niet natuurlijk. Want het verhaal waar je denk ik op doelt, dat is veel langer van voor die tijd. Toen was ik eigenlijk nog geen wereldkampioen. Of ja, in 1967 was ik wereldkampioen. En toen trainde ik bij de worstelvereniging Hercules op de Kloveniersburgwal. Dat is hier vlak achter. En we willen het geval dat een zekere Sherry Duins en Armand, die maakten een artikel, ik dacht voor de Haagse Post. Haagse Post. Ja, klopt het. Nou, in ieder geval, die maakten dat artikel en die vonden dat natuurlijk leuk om daar een enorme grote kop boven te maken. Hè, want de kop, dat maakte eigenlijk het artikel op een gegeven ogenblik. En daar stond in van Ruska gaat en staat en traint op de wallen. Nou ja, dus ik bedoel, als je dus zo in de pers elke keer afgeschilderd wordt. Maar dat was dus al voor het gebeuren, voordat ik met Joop de Vries eigenlijk in zee ging. Wat heb je eraan gedaan? Toen ben ik naar Armand gegaan en toen heb ik natuurlijk gezegd, hey joh, ik heb hem eigenlijk een beetje aan zijn oor getrokken. En ik zeg tegen hem, ik zeg Armand, dat vind ik niet leuk, dat vind ik niet zo netjes van je. Hè? Ik zeg, jij vraagt mij ten eerste kosteloos, want ik kreeg er niet de gulden voor. Kosteloos mag ik een interview voor je maken. Ik zeg, daar sta ik toe. Want in principe is het natuurlijk zo dat elke sportman een goede begeleiding nodig heeft. En dan hoop je dat je dat krijgt van onze Nederlandse journalisten. En dan blijkt dus dat die eigenlijk een beetje op sensatie belust zijn. En dat is natuurlijk een prachtig romig verhaal. Om te zeggen, onze Nederlandse wereldkampioen gaat en staat en traint op de wallen. Nou, toen zei je man, ja, sorry Willem, dat is niet mijn schuld. Gaat buiten mijn wetenschap om. Want het is namelijk zo, ik schrijf het artikel. En er staat wel in een kleine regel dus dat je gaat en staat en traint op de wallen. Hij zegt, maar dat wordt er uitgelicht door degene die dus de kop maakt bij de krant. Hij zegt, dus dat was eigenlijk het antwoord wat ik kreeg, maar ja, daar klopt er natuurlijk helemaal niet van. Denk ik. En hoe hard heb je hem aan zijn oor getrokken? Nou, niet te hard in die periode, want ja, ik was ten eerste dus bij die man op zijn eigen kantoor binnen. Zou het bij me thuis geweest en dat zou het misschien anders gegaan zijn, maar toen was dat niet zo nodig, denk ik. Maar ik denk alleen door het verschijnen van mijn persoon bij hem binnen. Ik denk dat op het moment wanneer ik echt een keertje flink kwaad uit mijn ogen kijk, dan denk ik dat je wel een beetje vrees in boezem, denk ik. Hè, bij, Hoe zit dat tegenwoordig? Ben je makkelijk kwaad te krijgen? Nee, ik denk het niet. In zoverre wel. Nee, ik las ergens namelijk, dat je zei, ik ben een explosief mens. Ja, dat ben ik ook, absoluut. Ik kan absoluut niet tegen onrecht, ik kan niet tegen liegen, ik kan niet tegen bedriegen. Ja, en dan zou je bijna zeggen, hij zit zich eigenlijk als een engel af te schilderen, maar zo is het absoluut niet. Maar het is gewoon zo. Mijn hele leidraad van mijn leven is dus gewoon dat ik eigenlijk zoveel mogelijk, zo ver mogelijk, zo eerlijk mogelijk door het leven probeer te gaan. En ja, dan bot je natuurlijk in deze maatschappij, want in deze maatschappij is één hele grote mes. Dat is één troep, vind ik dat gewoon. Maar wat moet ik me nou bij dat explosieve karakter voorstellen? Kom je af en toe nog wel eens je auto uit als je ziet dat er ergens echt iets verkeerd gaat? Ja, dat is wel eens gebeurd natuurlijk. Ja, ja. Maar ja, ik denk dat iedereen dat doet. En ik denk dat kleinere mannetjes nog eerder reageren zoals ik. Wel. Alleen van jou werkt het beter, vermoedelijk, als je uit die auto. Nee, dat is omgekeerd. Ja? Dat is absoluut omgekeerd. Je kan dat vergelijken met een revolverheld in het Wilde Westen vroeger. Hè? Daar kwam iedereen op af om die man eens een keertje uit te proberen. Ja, ja, oh ja. Dat doen ze bij mij ook. Laat maar zitten. Ja. Ga je nog wel eens op bezoek bij alle oude meesters in Japan? Ongeveer een anderhalf, twee jaar geleden ben ik eigenlijk voor het laatst in Japan geweest. En dan bij mijn vriend, dat is ook een Olympisch kampioen middengewicht. Die was gelijktijdig met Anton Gezing, dus in 1964 Olympisch kampioen middengewicht. Naar mijn smaak is dat de man geweest die de beste judoer aller tijden, Isao Okano is zijn naam. Die zei tegen me, Willem Matsumoto, dat was zijn trainer, Gezingse trainer geweest. En ook mijn trainer geweest vroeger. Die man die had een enorm aanzien. Iedereen bejegelde hem met enorm veel respect. Ik ook. Ik kwam bij Okano en hij zei, Matsumoto is ziek. Die heeft een flink zwak hart. Hij zegt, en we moeten er toch maar eens een keertje langs. Dus zijn we dus naar Katsura gegaan. Daar was de man dus professor aan de universiteit. En nou, ik kwam in Katsura aan. Ik denk 2:45 op het station. Er stond een zwarte limousine voor de deur. En ik werd meteen meegenomen en ik werd meteen ontvoerd, kun je wel zeggen, dus naar een dojo. Dat was een enorme grote dojo, van ik denk wel een 1500 vierkante meter, mat. En daar kwam ik dus aan en wat bleek, er stonden dus 250 à 300 studenten. En die 300 judoka's die daar staan, die weten allemaal wie Wim Ruska is? Die stonden allemaal te knikken en te buigen en nou ja, je wordt dan met enorm respect onthaald. En toen kwam ik dus daar, toen had ik die demonstratie gegeven, om en bij anderhalf à twee uur. Toen werd ik s'avonds onthaald door de burgemeester, die zelf ook Amsterdam was. En in het duurste hotel, en we zaten daar eigenlijk met de heer Matsumoto, Okano, de burgemeester.
en nog ettelijke andere wereldkampioenen die daarbij waren. Nou, en daar werd dus gediscussieerd over waarom Japan eigenlijk op het ogenblik een teruggang vindt. Maar daar hoor je erbij. Ja. Daar hoor je er absoluut bij. En als je dan terug in Amsterdam komt, liggen dan de uitnodigingen voor de recepties van de judobond in stapeltjes van 3 op de mat op je te wachten? Nee, ik heb altijd een echte Amsterdamse uitdrukking hier in Nederland. Een, ik zal het maar netjes zeggen, maar een plas de honden niet tegen je been aan. Van ellende. Dus ik, wat dat betreft, heb ik mij altijd al teruggetrokken. Leg me dat nou tenslotte eens uit. Wat is er nou misgegaan? Waarom heeft iemand als Anton Geesing aan zijn titel zoveel meer carrière te danken gehad dan jij? Je hebt 2 gouden medailles op de Olympische Spelen gehad. Wat is er nou misgegaan tussen jou en al die gezagsdragers? Bij mij is er niets misgegaan, want ik heb juist geprobeerd om de prestatie van Geesing te evenaren, al dan niet te verbeteren. En ik denk dat ik daar was ik in geslaagd in mijn smaak. Hè? Ja, hij had 1 gouden medaille, ik had 2. En wat er misgegaan is dat Geesing was natuurlijk de eerste die eigenlijk de Japanners ontroonde en dan nog in hun eigen land, hè? Dus in Tokio. Dus dat maakte een enorm indruk. En ik geloof, en dat kun je eigenlijk bijna zien op elke andere Olympische Spelen die ze organiseren, de pers licht altijd 1 atleet eruit en die zien ze als een superatleet. Wat dus een Carl Lewis is, daarvoor was een Ben Johnson. En de volgende tennissen. En de voorgaande, ja, die is er niet meer. En in mijn tijd had je ook Mark Spitz bij wijze van. Zou het ook iets te maken kunnen hebben met dat eeuwige verzet van je tegen alles wat een blazer draagt en in de hiërarchie boven je staat? Nou, ik was natuurlijk geen makkelijke man. Ik ben inderdaad wel eens in de lift geweest met onze secretaris, meneer Luiten, en die had ook een naar artikeltje over mij geschreven. En ik nam toen deel aan de wereldkampioenschappen in Rio de Janeiro. En toen stond ik lekker alleen met die man in de lift. En toen heb ik hem eens een keer goed in zijn kippennek gepakt en een beetje flink hard geknepen. En toen zei ik, denk erop nooit meer die artikeltjes, anders dan gebeuren er allemaal gekke dingen. Maar goed, dat komt een beetje cru over, maar mag in principe ben ik niet zo. Hoor. Dat, mag ik het zo? Maar ik doe het wel. Mooi. Dankjewel voor je komst uit Rembrandt blijven. Graag gedaan.